Hoi, dit is Wakker Worden met Aard. Met eigenlijk alleen maar weer een hele korte aankondiging. En dat is namelijk de aflevering van vanavond van Aard en Erik ontmoeten. Aard en Erik ontmoeten in de zin van we ontmoeten een gast. Iedereen weet volgens mij al, dat is vandaag Ilona. We hebben net de opnames gehad. Volgens mij is het weer een heel leuk gesprek geworden. Maar goed, hoe kan het ook anders dan met zo'n leuke, zo'n lieve, zo'n mooie gast, zeg maar. Dus volgens mij is het echt heel leuk geworden. Erik is nu druk aan het monteren. Dus ja, het is altijd een beetje spannend, vind ik nog wel verrassend, hè, hoe het eindresultaat uiteindelijk zal worden. Hè, dus we ontmoeten Ilona vandaag. Ja, en natuurlijk gaat de aflevering ook nog steeds over ontmoeten. We moeten helemaal niks. Ik kijk er heel erg naar uit om vanavond weer met veel mensen te kijken. We hebben hetzelfde concept. De link die komt zo direct in de loop van de middag ergens online. En ja, de vraag is eigenlijk om met z'n allen om 8:01 vanavond met z'n allen tegelijk op die link te klikken. Dat we ook met z'n allen gewoon naar hetzelfde zitten te kijken. Voor de uitzending gaat de chat van Aard en Erik ontmoeten op Telegram, die gaat al open. Die blijft de hele uitzending openstaan. En ook na de uitzending laten we hem open, zolang als het leuk is. Vorige week met Jan Mosselman is het best nog lang druk en leuk en interessant geweest op de chat, zeg maar. Dus ja, ik hoop een klein beetje dat het vanavond ook weer het geval zal zijn. Nou, ik kijk in ieder geval ontzettend naar uit om vanavond met z'n allen tegelijk om 8:01 naar die aflevering te kijken. Ik kijk er ook naar uit om iedereen weer te ontmoeten, zeg maar, in de chat. En heel graag tot direct. Het is zo dat de link, die wordt natuurlijk sowieso op de Telegram-kanalen bij Erik en bij mij. Hè, dus Erik zegt het, Wakker Worden met Aard. Aard en Erik ontmoeten, hè, de kanalen op Telegram. Daar wordt de link natuurlijk neergezet. Voor degenen die Telegram lastig vinden, waar dat niet lukt, er zijn er ook altijd mensen nog waarbij dat niet gaat. De link wordt ook gezet op Erik zegt het op Rumble. Dus daar kun je ook op de link klikken. Nou ja, en zo moet het gewoon lukken om vanavond weer met heel veel mensen te kijken. Dus ik wens jullie alvast heel veel plezier. Verder voor vandaag kan ik in ieder geval nog wel even zeggen, het gaat volgens mij enorm goed in de wereld. We gaan echt de kant op die we met z'n allen graag willen. We zijn er nog niet, dat is ook wel zo, maar wat je ziet gebeuren, ik krijg het beeld maar niet uit mijn hoofd, eigenlijk een treurig beeld van een kat of een hond of welk ander dier dan ook, wat helemaal onder de vlooien zit. He, die gaat zitten krabben, die gaat zitten schurken, die gaat zitten bijten om van die vlooien af te komen. Maar je ziet gewoon, als we naar het duister kijken, de luizen in de pels, en ik weet heus wel dat vlooien iets anders zijn dan luizen, maar in de metafoor, en dat is dan weer het spreekwoord, he, de spreekwoordelijke luizen in de pels, van het duister, het worden er steeds meer. He, sowieso wij natuurlijk met z'n allen. Het worden er meer, het wordt massaler, de luizen worden ook groter. He, als je alleen al kijkt naar de konvooien. De konvooien worden groter, er sluiten zich meer groepen aan. Het verdeelt zich over veel en veel meer landen, zeg maar. Dus ja, dat konvooi dat rukt op en het duister maar krabben en schurken en bijten om van die luizen af te komen. Maar dat gaat niet lukken. Je ziet het ook, hè, bijvoorbeeld met de documentaire die het Forum voor Democratie online heeft gezet over de misstanden, de zware misstanden mag ik wel zeggen, op de GGD priklocaties en met name als het gaat over de kinderen. Hè, de kinderen die nog toestemming hebben nodig hebben van hun ouders om zich daar te laten prikken, die dat ook aangeven. Er zijn allemaal regels voor, er is wetgeving voor. En je ziet gewoon dat zowel artsen als medewerkers van de GGD op de priklocaties, die overtreden gewoon eigenlijk massaal de wet. Een hele confronterende, schrijnende video. Natuurlijk wordt er vanuit het duister meteen gezegd en alle aanhangers, ja, maar het is uit zijn verband gerukt, de context klopt niet, er is geknipt en er is geplakt. Nou, dat, hè, vind ik wel heel mooi van, ja, wat je er ook van vindt en wat je ook van hem vindt, maar hoe Gideon van Meijeren dat doet.
Die heeft ze echt een beetje in de tang en die zegt, nou oké, luister, als jullie die documentaire niet geloven, we hebben een klein deel van het materiaal wat we hebben verzameld met de verborgen camera, hebben we gebruikt om het in ieder geval onder de aandacht te brengen, maar we hebben nog ontzettend veel ander materiaal en als jullie dit niet geloven, dan geven we gewoon graag al ons ruwe materiaal prijs, waarin we nog veel schrijnender dingen zullen zien dat wij nu in deze documentaire laten zien. Ja, en wat ik bedoel met het schurken en het krabben en het bijten van het duister. De dag na deze documentaire, toen die online kwam, toen zag je opeens ook berichten verschijnen van misschien moeten we dan toch de jongeren, de kinderen, misschien moeten we dan toch maar dat niet verplicht stellen dat die geprikt worden, dat die deze jongens nemen. Misschien moeten we het onder de 18 maar helemaal laten varen. Je ziet gewoon echt dat het effect heeft. Ja, nou, dus er zijn steeds meer luizen in de pels. Nu ook bijvoorbeeld bij de mainstream media. Daar zie je gewoon ook mensen uit die mainstream media naar boven komen. Ja, die opeens kritische vragen gaan stellen. Die opeens naar de verantwoording vragen. Van oké, als we dit verhaal moeten vertellen, kunnen jullie dan ons bewijzen dat dat ook echt zo is? Een heleboel anderen binnen de mainstream media, die denken opeens van, waar komt dat geluid nou vandaan? He, van, voel ik daar nou ook een luis bijvoorbeeld? Maar weet je, deze luizen in de pels binnen de mainstream media, die doen eigenlijk, mensen van de mainstream media, het werk wat jullie natuurlijk al lang hadden moeten doen. Jullie hadden al lang kritische vragen moeten stellen. Jullie hadden al lang dingen moeten controleren. Jullie hadden al lang moeten confronteren. Dat gebeurt nu dus opeens wel. Dus je ziet aan alle kanten het duister gaat krabben, draaien, schurken om er vanaf te komen, maar het gaat niet meer lukken. Nou ja, sowieso ook even belangrijk, dat heb ik eerder gezegd, Truth Social van Donald Trump, dat zal deze maand, ik geloof de 21ste of rond de 21ste, zal die operationeel worden. En ik denk dat dat een heel belangrijk moment wordt. Ik denk dat heel veel mensen daar naartoe zullen trekken. Zeker de mensen, de massa die nog steeds groeiende is, die de waarheid willen horen. Want op het moment dat dat platform online is, dan hebben we opeens heel veel dingen van het duister niet meer nodig. De bewijzen die zijn er natuurlijk, maar het is nog steeds moeilijk om dat naar buiten te brengen, omdat rechters er dan weer niet aandurven, omdat het toch dingen verdraaid, vertraagd, weet ik veel wat worden. Ja, weet je, op het moment dat Truth Social er is, dan kan alles gewoon via dat platform naar buiten komen. En ik denk dat daar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat dat heel snel gaat. En je ziet ook de onrust van de andere platformen. De huidige social media platformen. Ja, die worden onrustig, want die voelen gewoon dat ze het aan alle kanten verliezen. Ze verliezen gebruikers, ze verliezen waarde op de beurs. Ze verliezen sowieso geloofwaardigheid. Iedereen ziet gewoon wel dat de hele censuur die ze toepassen, dat het allemaal georganiseerd is, dat het echt nergens op slaat. En mensen pikken het gewoon niet meer. Kortom, het duister zie je steeds onrustiger worden, omdat ze steeds meer moeten krabben, moeten schurken, moeten bijten om van die luizen in de pels af te komen. En het gaat ze niet lukken. Dus nou, dat is even heel kort waarop je kunt zien van het gaat de goede kant op. Hoe onrustiger het duister het wordt, hoe duidelijker het is dat het de goede kant uitgaat, uiteindelijk. En ik denk dat het al die onrust die nu ook door het duister georganiseerd wordt, dat het alleen maar de bedoeling is om mensen nog af te leiden van de boodschap. Het narratief is gevallen. Hun verhaaltje wat ze opgehangen hebben, hun sprookje. Maar goed, je kunt net zo goed zeggen, de leugens en de misdaad. Het is allemaal gewoon niet meer te ontkennen. Dus nogmaals, het gaat goed. Het gaat de goede kant op. Nou, en tot die tijd blijven wij natuurlijk gewoon leuke dingen doen. Sterker nog, ik geloof, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar de mensen om me heen, het wordt eigenlijk alleen maar steeds leuker. Steeds meer mensen
ja, die gaan ook echt de vrijheid pakken. En daar gaat het gewoon ook echt om. Hè. Daar gaan we in de uitzending van vanavond ook nog wat van vertellen. Maar steeds meer mensen pakken ook echt de vrijheid. Het is ook echt nodig. Kortom, het is gewoon een heel mooi proces waar we nu met z'n allen in zitten. En het gaat nu echt de kant op. Ik bedoel, het point of no return, daar zijn we al lang voorbij. En het gaat nu echt de kant op dat van alles en nog wat van het licht zich gaat manifesteren. He, dus van het duister wordt er vooral heel veel ontmaskerd. En van het licht wordt er steeds meer gemanifesteerd. En steeds meer mensen durven dat ook te manifesteren. Nou, kortom. Ja, ik wil zeggen van blijheid alom. En natuurlijk kan er best nog wel een pittige tijd aankomen. Het zal niet allemaal zonder slag of stoot gaan. Maar focus je op hetgeen wat jij, zeg maar, wat jij wil zien. Focus op hetgeen wat jij wil manifesteren. Nou, vanavond, 1 minuut voor 8, in ieder geval de aflevering met Ilona. Heel leuk om iedereen daar weer te ontmoeten. Veel plezier met het kijken naar de aflevering voor degenen die gaan kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze video en heel graag tot de volgende Wakker Worden met de Hart.